Ja, recirculatie is iets wat we in de aardbeienteelt vanaf 2002 eigenlijk wettelijk verplicht zijn. En daarom vind ik het ook heel belangrijk. Je mag ook niet door een rood licht rijden. Dus ja, waarom zouden we iets tegen de wet indoen? Dus op dat moment is het eigenlijk een vanzelfsprekendheid waar je in moet investeren. In de eerste jaren hadden we nog niet heel veel kennis van recirculeren. Hoe moet je dat dan doen? Hoe moet je ontsmetten? Destijds was waterstofperoxide nog een van de veel gebruikte zaken. Ik deed water toen ontsmetten met waterstofperoxide. En dat jaar heb ik met een Sonata treeplant, wat sowieso een gevoelig grasje is, toch wel een jaar op de blaren moeten zitten. Ik weet niet meer precies het jaar, maar ja, dat waterstofperoxide niet alles wegnam, dat was daarna voor mij wel duidelijk. Dus ik moest een andere manier van ontsmetting realiseren. Na die waterstofperoxide zijn we begonnen met een traag zandfilter. Eigenlijk gewoon omdat de resultaten in andere bedrijfstakken, dus niet zozeer in de aardbeien, eigenlijk gewoon heel geweldig waren. Maar dan is de vraag, werkt het ook voor de aardbeien? En toen kwam er eigenlijk al snel uit dat een traag zandfilter eigenlijk ook heel goed werkt voor aardbeien. Met name de ziekte Xanthomonas, wat een hele belangrijke ziekte is die enorm veel kapot kan maken omdat het een quarantaineziekte is. En daar is veel onderzoek naar gedaan en dat bleek gewoon goed te werken. Dus destijds, met de middelen die we hadden, heb ik toen gekozen voor een traag zandfilter. Ja, door de jaren heen ontwikkelen technieken. En Recupa heeft daar een prachtige aanzet voor gedaan van nou, zijn er meerdere technieken en kunnen we daar maar mee? En als ik nu 15 jaar terugkijk, dan wist ik niet van nanofiltratie of de filtraties die we nu hebben onderzocht. En het voordeel wat je nu hebt, is dat je betere systemen hebt, snellere systemen die met name ook op virussen en bacteriën nog verder alles afdoden. En uiteindelijk moet je gewoon zekerheid hebben in je bedrijf. Dus dat was voor mij een hoofdreden om van de trage zandfilter af te stappen en op de nieuwe locatie te zeggen van ik ga voor een nieuwere techniek. Ja, noodvelden is een apart verhaal. Ja, ik zie het echt nog steeds als door het rood rijden. Je mag ook niet door het rood rijden in Nederland. En je kunt al zeggen, ja, gemeentes willen niet meewerken in vergunningen. En daardoor moeten we een noodveld faciliteren. Maar uiteindelijk lost het probleem niet op. We moeten opvangen omdat er anders nutriënten in het milieu komen. Te veel water, te veel nutriënten, te veel chemische bestrijdingsmiddelen. En die wet is er niet voor niks in 2002. Ik snap dat telers daar naartoe willen. Van de andere kant moet je gewoon realiseren, we moeten proberen aan de wet te voldoen. En eigenlijk is het niet proberen, je moet dat gewoon. En noodvelden voor mij is een not done, omdat het eigenlijk een omzeiling is van de wet die eigenlijk in 2002 al ingevoerd is. En dat is als je uit de grond teelt in de volle grond, zul je op moeten vangen en recirculeren.